Goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van dinsdag 2 december met onder andere... Arnhem krijgt in 2015 9 miljoen euro minder. Lea Dasbergschool sluit locatie door terugloop leerlingen. En plan voor kerstbomenbos bij station Arnhem. Arnhem krijgt in 2015 9 miljoen euro minder van het Rijk voor de bijstand, zegt wethouder van Financiën Martijn Leysing. Dat bedrag kan nog verder oplopen. De korting is het gevolg van herverdeling van de bijstand onder de gemeenten. Leysing stuurde vorige week namens 25 grote gemeenten een brief naar de Tweede Kamer in de hoop het tij te keren. Het Arnhemse Kamerlid John Kerstens van de PvdA adviseert om Leysing om de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan te sporen om met Kleinsma de discussie aan te gaan over een betere verdeling van 2016. Vanaf 19 december rijdt er weer een nachttrein tussen de Randstad en de regio Arnhem-Nijmegen. Na een discussie die al in 2008 begon, werd de afgelopen voorjaar duidelijk dat er opnieuw nachttreinen zouden rijden met ingang van de nieuwe dienstregeling. De discussie werd nieuw leven ingeblazen door DWARS en de Jonge Democraten, de jongere afdelingen van GroenLinks en D66. De gemeenteraden van Arnhem, Nijmegen en Wageningen wilden ook aansluiting op het nachtnet. De nachttreinen gaan rijden van vrijdag en zaterdagavond. Er staan veel kantoren leeg. Om daar iets aan te doen, moeten de regels worden versoepeld. Zo zou de gemeente aan eigenaren een pakket kunnen aanbieden met alle vergunningen die geregeld zijn. Soms laten die zich verleiden om hun kantoren te verbouwen tot woningen, hotels of studentenkamers. Dat kreeg de gemeenteraad maandagavond te horen in het kantorenplex De Enk. Raadsleden klagen dat beleggers panden eindeloos leeg laten staan en weigeren de huur te verlagen. In Arnhem denken ze dat er nu wat op gevonden is. Bij 1 augustus 2015 sluit de Lea Dasbergschool aan de Pythagorasstraat haar deuren. Dit is een gevolg van een dalend aantal jonge kinderen in Rijkerswoerd. Manon Kets, bestuurder van de basis, zegt dat het aantal kinderen voor de basisschool tussen 2009 en 2014 met 16% is gedaald. Dat is zo'n 300 in totaal. Er wordt nog gesproken met alle ouders. Die kunnen dan met hun kinderen zelf uitmaken naar welke basisschool ze gaan. Er vallen geen ontslagen. Medewerkers van de locatie Pythagorasstraat krijgen een plek op een andere basisschool, aldus Kets. De winter is begonnen. De nachten worden steeds kouder en de verwarming gaat een stukje hoger. Wij vroegen Arnhemmers of zij zin hebben in de winter. Meneer, dit grijze grauwe weer, heeft het invloed op je humeur? Niet zo 100%. Mijn humeur blijft gewoon stabiel. Nee hoor, helemaal niet. Nee, nee, ik mag wel iets kou hebben. Ik kan er goed tegen. Ja. Nou, als de zon schijnt, is het altijd prettiger, hè? Maar ja, op mijn humeur niet, nee. Mij niet. Ik ben altijd vrolijk. Ik moet vrolijk blijven. Ja, een beetje, maar ik fiets heel veel en dan is het wel lekker rustig in het bos. Dus als het heel mooi weer is, dan zijn er heel veel wandelaars. En dat heb je nou dan niet, dus dat is wel lekker. Maar... Nee, want volgende maand gaan we voor een maand naar Tenerife. Dus ik ben met zomerkleren bezig. Alleen ik dacht vandaag dat het zonnig zou zijn. Ik keek op mijn iPad. En nee, geen zonnetje te zien, maar het heeft absoluut geen invloed. Zeker zo'n vooruitzicht niet, dan denk je, nou ja... Des te meer waardeer je het dat je in zo'n gelukkige positie bent. Dat je dus naar de zon kan gaan. Hè? En wat vindt u van de wintertijd en de daarbij komende feestdagen? Dat zijn gezellige dagen. Leuk en gezellig. Super, heerlijk. Oliebollen en feestdagen, lekker eten. Nou, gezellig. Ja, daar zie ik wel echt naar uit, naar feestdagen. Dus u verwacht er wel veel van? Ik hoop het wel, ja. Ja, we verwachten altijd, hè.
vind dat zo gezellig als het om 4, 5 uur donker is. Je ziet lichtjes in de stad, mensen met cadeautjes. Dat past bij elkaar. Ja, ik vind dat prima. Ik vind dat heel leuk. Ja, het is altijd wel gezellig, zeker als de lampjes tevoorschijn komen. En bent u al zelf voorbereid op de winter dit jaar? Ja, toch wel. Ja, je koopt dikkere kleding en... Ja, voor ik weg ga, hang ik mijn jas over de verwarming heen. Dan zegt mijn man, wat doe je nou toch? Ik zeg, even voortverwarmen. Ja, ik ben er wel op voor. En ik hoop dat het een witte kerst wordt voor iedereen. Dat zou eens een keer leuk zijn. Een beetje wel. Een beetje warm kleden en zo. Dus dat wel. Nou, niet. Ik heb wel een jas en genoeg. Ik ben denk ik wel genoeg voorbereid. Wat hoopt u wat de winter gaat bieden? Een beetje niet al te veel kou. En dat het zo een beetje blijft en het zonnetje mag schijnen. Ja, ik hoop gewoon dat het niet te extreem wordt. En dat het gewoon normaal is. Dat het niet 1 meter sneeuw komt. Gewoon dat iedereen gewoon gezond blijft. Vreugde en plezier. Geen leed. Ja, sneeuw. Geen ijzel. Nee, ijzel niet. Gewoon af en toe een pakje sneeuw. Niet te veel, zoals in New York. Normaal een beetje een gezellige wintertijd. Weinig sneeuw. Alleen maar een beetje vorst en zo. Maar die sneeuwtroep, dat hoeft van mij niet. In Arnhem worden deze winter de fietspaden, straten en wegen nat gestrooid. Dat betekent dat de gladheid niet alleen met zout, maar ook met pekel wordt bestreden. Dat werkt beter, maar is ook sneller droog dan strooien. Ook is er zo minder zout nodig en dat levert minder milieuproblemen op, zegt Bert Verwij, directievoerder gladheidsbestrijding van de gemeente Arnhem. Bij droog strooien wordt 100% zout gebruikt. Nat strooien scheelt veel geld. De supportersgroep De Vivo van Vitesse wil zaterdag op Papendal met al zijn aanhangers de training van Vitesse bijwonen. De bedoeling is de spelers duidelijk te maken dat er wat veranderd moet worden. Afgelopen zaterdagavond gaf Vitesse thuis tegen Go Ahead Eagles een 2-0 voorsprong uit handen. Het werd 2-2. Een fluitconcert van de teleurgestelde fans was het gevolg. Zondagmiddag 7 december om 16:45 speelt Vitesse opnieuw thuis in Gelredome en wel tegen FC Twente. Willem Jacobs en Arthur Middelkamp uit Arnhem willen een kerstbomenbos op een braakliggend terrein aan de Amsterdamse weg in Arnhem-Noord. De bedoeling is dat belangstellenden een fijnspar met kluit kopen en die in het nieuwe jaar weer planten op hetzelfde terrein. Door naast de fijnspar ook andere naaldbomen te planten ontstaat er een stukje Veluwe aan de rand van de stad. De initiatiefnemers verkopen de bomen vanaf 3 december via de website voorjebuurt.nl. En op 20 december komt er een wagen vol kerstbomen naar de noordzijde van het station. Op zaterdag 3 januari mogen kopers hun exemplaar weer op het terrein planten. Tot slot het weer. Het bleef vandaag bewolkt en droog in Arnhem. Vanmiddag kwam de temperatuur niet hoger dan 2 graden en was de wind matig. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer min 2. Morgen krijgen we net zo'n koude dag als vandaag met een maximumtemperatuur van ongeveer 2 graden. Dit was het RTV Arnhem nieuws van dinsdag 2 december. Wij wensen u nog een hele fijne avond, bedankt voor het kijken en graag tot morgen.